VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. We kijken vooruit op de uitwedstrijd bij FC Utrecht en de top 3 van VVV. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Ajax. Paas van Ziyech werd onderschept. Grot is de bal ook snel kwijt. En dan is er wat ruimte voor Ajax, voor Tadić met name. En Oenerstal met de goede reflex. Aardige paas van Blind. En dus is er nu uiteindelijk ruimte. Huntelaar op de penalty stip. Maar ja, hier weet Oenerstal wel raad mee. De Jong en Huntelaar. Nou, uiteindelijk kan Oenerstal dan redden. Veel tijd voor Huntelaar om uit te halen. Zie je, op tijd gegeven. Labiat. En weer wint Oenerstal. Ook de rebound. Blind haalt daar de bal weg, maar hoe ver? Is weg. Is helemaal niet ver. VVV op voorsprong. Bal blijft daar hangen. En met een droge knal, omdat Blind die bal niet goed wegkrijgt, zit denk ik de jonge Noor Samuelsen die uithaalt. En VVV op voorsprong. Maar Blom is aan het overleggen. Shirtje trekken. De goal wordt afgekeurd. Nou. Let op. Taya Fico. Die zou dan... Ja, dat is wel zo. Hij wordt aan het shirt getrokken. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat is wel zo. En hij raakte door uit balans. Dat is ook zo. Dus blijft het 0-0. Huntelaar. Ziyech en Oenerstal. Die vindt dat soort ballen heerlijk. Taya Fico, daar is Huntelaar. Huntelaar die naar de grond gaat, maar Blom vindt dat niks. Ja, dit is wel een beuk in de rug hoor. Dit is echt een beuk in de rug van Jansen ten opzichte van Huntelaar. En wat besluit Blom? Hij geeft een strafschop vanwege de beuk van Jans ten opzichte van Huntelaar. Voorrust, VVV, een doelpunt. Afgekeurd, terecht overigens, door de VAR. En nu Tadić, die zorgt voor 0-1. Een enorme opluchting bij alles wat Ajax is. VVV heeft nog anderhalve minuut. En heeft hier ook de kans om gelijk te maken. Maar ja, als je die bal zo raakt, dus eigenlijk niet. Opoku. Dat had nog een happy end voor VVV kunnen worden, Broksman. En dan hier Opoku die de bal goed weghaalt bij de licht. Terwijl Onana buiten uw beeld geel krijgt vanwege tijdrek. Beleeft Stijn dit zo. De laatste minuut van de extra tijd loopt. Met de Jong die de bal daar paniekerig uitverdedigt. Wat er twee keer toe met de hand wordt beroerd. Post zich nog inschakelt. Van Ooyen komt er nog een schot. De licht houdt daar vast. En dan gaat de bal nog naast en geeft Blom een hoekschop. Dan zijn ze bij VVV bijzonder boos over het shirtje trekken. Maar ja, daar kan naar gekeken worden natuurlijk. Tadić wint zich op, Post wint zich op. Terwijl hier ook bij terugkijken niks aan de hand blijkt. Eindigt het in een zeer benauwde 1-0 overwinning voor Ajax door de strafschop van Tadić. Welk gevoel overheerst er nu, 3 dagen na die toch wel opmerkelijke wedstrijd tegen Ajax? Nou, vooral gevoel van trots. Als ik zie hoe wij
die wedstrijd gespeeld hebben, beleefd hebben. We hebben die wedstrijd beleefd. Soms onderga je een wedstrijd, dan heb je helemaal niks in te brengen. Maar dit hebben mijn mannen uitstekend gedaan. En natuurlijk, de teleurstelling is er zeker, omdat je heel dichtbij bij een punt tegen Ajax, wat dan een bonuspunt is. Maar goed, desalniettemin hebben we het heel goed gedaan. En mogen we met z'n allen trots zijn op deze spelers. Ja, even naar die VAR-beslissingen dan. Terechte beslissingen, vind jij? Nou, ik vond de penalty zeker terecht. Het doelpunt, als je dat uit meerdere hokken ziet, dan zie je inderdaad dat Samuels hem trekt. Alleen, ik denk niet dat hij voordeel heeft bij de situatie. Want Tagliafico is totaal uit balans, kan niet meer bij de bal. En ja, dat hoop je dan ook, dat de scheidsrechters dat dan beoordelen. Want ik denk dat je heel veel van dit soort situaties gaat krijgen, waarin er altijd wel iets gebeurt, iets van contact is. Ja, en ik denk dat je moet fluiten als de speler voordeel heeft bij het shirtje trekken of bij het wegduwen. En dat vond ik in dit geval niet, want ja, Tagliafico was totaal de bal kwijt. En, dus ik denk dat, dat dit ook een geldig doelpunt had kunnen zijn. Maar goed, nogmaals, aan het einde van de rit zal je dat altijd wel een beetje tegen elkaar wegspelen. Maar het was ongelukkig, laat ik het zo zeggen. Ja, het is natuurlijk nog wennen aan de VAR, zeg maar. Scheidsrechters moeten eraan wennen, spelers moeten eraan wennen. Dat is het ook, denk je? Ja, dat denk ik wel. Alleen je merkt wel heel duidelijk dat de beslissingen die genomen worden, de penalty was volgens mij geen enkele discussie. En ik denk ook dat iedereen daar prima mee om is gegaan, ook met het doelpunt. Ik denk dat het ook een compliment is naar iedereen binnen VVV, spelers en staf. Hoe wij de beslissingen van de VAR en de scheidsrechter geaccepteerd hebben. Hoewel we ook al, volgens mij, dat zag je ook op de beelden, dat ik wel mijn twijfels had bij het eerste moment. Maar goed, eerlijkheid gebied ook te zeggen dat we vorige week bij Willem II, dat ook volgens mij niemand had gezien dat het een handsbal was. En daar dan heb je je voordeel erbij. Dus we kunnen het niet meer terugdraaien. Maar bovenal met name erg trots hoe we het gedaan hebben. Ja, ben jij blij met de VAR? Moet dat nog blijken? Nou goed, sommige momenten zijn altijd discutabel. Kijk, de handsbal was niet discutabel vorige week, want dat was hands. De penalty was voor mij in ieder geval niet discutabel. Maar zo'n moment als met dat doelpunt van heeft hij er wel of geen voordeel bij het shirtje trekken? Dat blijft altijd discutabel. Waarbij de helft zal zeggen, dit soort momenten gebeuren altijd in de wedstrijd. En de andere zal zeggen, hij trekt hem als een shirt, dus het is een overtreding. Dus het moet nog blijken. Heb je misschien ook nog mazzel, laat de speler voor jou met rood afgekund, Peter van Ooyen? Ja, dat is ook zo'n moment. Ik heb het beeld teruggezien. En daar had ook een rode kaart gekund. De KNVB schijnt ook toegegeven te hebben dat daar een fout gemaakt is door de VAR. Ja, nou goed, dat, in dat geval spreekt het weer in je voordeel dat er nu, hè, want dan kom je, volgens mij was dat rond de 65e minuut, dan kom je met 10 man te staan, waarin het denk ik ook heel moeilijk wordt tegen Ajax. Gelukkig was het, ik denk dat het geen opzet was van Peter, en gelukkig werd Frenkie de Jonge, was hij ook niet geblesseerd geraakt daarom, want dan was het helemaal extra vervelend geweest. Maar dat was wel weer een moment wat wel weer onze kant op viel. Ja, dan misschien had je ook nog een penalty moeten hebben in de slotfase. Ja, ik denk dat daar niet zo heel veel aan de hand was. Het was jammer, want er was wel een grote kans nog ook voor Danny daaruit. En nogmaals, het enige die is wel, denk ik, discutabel. Dat is het doelpunt van wat wij maken. Nou, al met al wel vrede met hoe alles gelopen is. Ja, zeker. Dat wel. En nogmaals, we hebben met z'n allen heel lang geroepen van er moet een video scheids komen. En nou is die daar. Ja, en dan moet je ook accepteren dat het soms discutabel is. En dat je nu aan de verkeerde kant van de medaille zit. En, over een paar weken zit je misschien weer een keer aan de goede kant van de medaille. Dat is al in de game. Dan even naar je keeper. Nou, die zorgt toch voor 5 à 6 reddingen, denk ik. Mogelijkheden waaruit Ajax had kunnen scoren. Wat heb je tegen hem gezegd na de wedstrijd? Ja, heb ik gewoon complimenten gegeven hoe hij zijn ploeg op de benen heeft gehouden. En dat doet hij natuurlijk al heel lang. Alleen nu heeft hij natuurlijk wel heel veel kansen gehad. Hè. We geven normaal een ploeg die niet zo heel veel kansen weggeven. Nou, en nu ook mede door de kwaliteit van Ajax. Hè, dat vind ik de beste ploeg van Nederland met ook individueel de beste spelers. Ja, zie je dat hij een aantal reddingen heeft moeten plegen die hij niet vaak hoeft te plegen, maar die hij wel laat zien dan. Dus het was hartstikke goed om hem in zo'n topwedstrijd aan het werk te zien. Het was een mooie wedstrijd voor mij, maar dit moet ik nu ook elke wedstrijd weer doen. En dan was het goed. Ja, je had bijna je club, PSV, een goede dienst bewezen hiermee, of voelt het niet zo?
Nee, we hebben, ik speel nu voor WWW en misschien een eerste seizoen voor PSV. Ja, dat is nu alle wedstrijden is voor WWW. Nou, je hebt geen felicitaties ontvangen vanuit Eindhoven of van de trainer misschien wel? Nee, ik heb wel met Ruud Hesp gepraat. Maar ja, dat doen we niet elke wedstrijd, maar na wedstrijden dan praten we een beetje over de wedstrijd en ja, dat was. Zondag gaat VVV op bezoek bij FC Utrecht. Nog niet zo lang geleden sloten de Venlonaren het seizoen af in de Domstad met een kleine 1-0 nederlaag. Dit is een paas die toevallig ook goed valt voor Klieg. Combinatie met Kluiber, Klieg met links dan. Ja hoor! Daar is dan eindelijk de openingstreffer en hij wordt gescoord door Matthäus Klieg. Nou, dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. Wij liepen op onze laatste benen toen. 1-0. Ik vond dat we toen nog wel het seizoen waardig hebben afgesloten. Want ik vond dat we het daar wel goed gedaan hebben. Met alle mogelijkheden die we hadden. Dus, maar goed, het is nu een heel ander verhaal. Utrecht is ook weer een uitstekend elftal met een lastig te bespelen speelwijze. Publiek daar erachter. Dus dat zijn altijd mooie wedstrijden bij Utrecht uit. Maar ik denk dat wij wel hebben bewezen dat we ons mannetje staan. Dat hebben we vorig jaar gedaan. En ik vind dat we dat nu ook de eerste twee wedstrijden weer doen. Stijn mist tegen FC Utrecht nog steeds spits Mlappa. De andere aanvallers zijn bijna weer 100% fit. Vorige week tegen Willem II zag je dat de spelers echt vermoeid waren. Hè? Dan moest ik Samuelsen wisselen met kramp. Ralf moest er eerder af. Nou, nu ook die jongens die houden het weer langer vol. Dus dat is alleen maar beter als dadelijk Mlappa erbij komt. En Opoku is weer nog fitter aan het worden. Ja, dat betekent ook dat je meer mogelijkheden hebt om het wisselen. Want dat was de afgelopen week ook nog toch best moeilijk. Want Ralf moet eraf en dan breng je Jonathan. Jay moet eraf en dan ben je aanvallend eigenlijk uitgewisseld. Dus dat was jammer. Maar gelukkig gaat dat ook de goede kant op. VVV is daar niet in geïnteresseerd. Het wil controle houden op de wedstrijd en loer op de momentjes, zoals hier misschien via Van Kooi. Nou zeg, wat is dit voor moment? Dat is toch ongelooflijk. Maar wat ziet die bal er fraai in? Dat lijkt toch niet slecht, want het is gewoon 0-2. En het is Promes. Voor het eerst in de geschiedenis wint VVV in Enschede. Hij weet waar ze gaan nemen. Daar dus. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leeman schuift hem heel rustig binnen. En VVV leidt. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leemans. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. Dit is de top 3 van VVV zoals hij er nu uitziet. Deze week de beurt aan doelman Lars Onnerstal om een nieuw fragment in de top 3 te zetten. Ik geloof die speel tegen PSV. Maar niet de spier, maar Lennarty. Wanneer al die supporters klappen in de 11e minuut voor Lenny. En dat was een mooi moment. Zeker. We missen hem hier, of niet? Klaar. Maar wenn nu alle spitsen... Iedereen fit is. Ja, als iedereen fit is, ja. Met Penny en die anderen, dan hebben we wel een goede spits. Maar op persoonlijk vlak, heb je nog contact met Lennart? Ja, dat doen we. We hebben contact, Niels en mij. Vragen hem hoe het gaat in de Turkije. Hoe gaat het met hem? Ja, hij zei het is mooi, het is goed, zij hebben nu ook al 2 wedstrijden verliezen.
dat kan een beetje beter. Nou, we vergeten hem in ieder geval niet. Jij zit hem in de top 3. Maar wie moet eruit? Ja, dan kies ik naar de... Naar het doel van Vito moet uit. Sorry. Vito is ook weg. Ja, Vito is weg en dan kan de doel ook weg. En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.